Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Elf Prival en More. En vandaag ga ik op pad met de ambulance T5. Gemaakt door Beuna's. Dus dat is eigenlijk een oud ding, maar ik vond hem wel leuk om weer eens te gebruiken. Dus dat ga ik nu doen. Er zitten wat dingen aan waarvan je denkt van ja, what the fuck is dit? Zoals het raam, de schermpjes, die zijn geel. Ja, die zijn wel toen een keer gemaakt, maar dat is nooit, nooit echt goed. Of niet goed geïnstalleerd op mij. In ieder geval de 2320 Limburg Noord. Ik ga de melding A2, die zullen we aannemen. Het is regenachtig buiten. In ieder geval bovenop is vooral geskind. Maar ja, blauw ziet er toch wel vet uit. Er zit ook alleen blauw op. Ik vind blauw wel mooi. We gaan nu in ieder geval naar de eerste melding A2. Die horen er ook bij. Dus die krijgen we ook gewoon, die nemen we ook gewoon aan. Nou, wel gebruik van onze vrijstellingen. Dit is mijn busbaan, noem ik hem altijd maar. Het ging best hard. Ja. En dan was geloof ik iemand met koorts en met moest overgeven en zo. Zo, te plaatsen. Hallo. Jawel, ik zag je wel, maar ik weet niet waarom je naar me toe liep. Goed, goeiedag mevrouw. Ik ben Wim van de ambulance dienst, wat is er aan de hand? Even kijken hoor. Maar ja, even de voorgeschiedenis weten wat hier allemaal los is. Want in principe ziet alles er wel goed uit hoor. De hartslag was goed geloof ik. Even kijken. Nou, hij heeft vooral nu... ja, oké. Penicilline allergisch. Ze is bekend met AIDS. En is in de midden hier op straat nokje gegaan dus. We gaan wat medicatie geven en dan gaan we nog eens we hebben medicatie gegeven en dan gaan we nog eens naar het ziekenhuis brengen, naar de SEA hier om de hoek. Het hoeft allemaal niet spannend te zijn, hè. Oké, ik wist niet dat die deur open kon. Dat was wel vet. En A2 dus ook naar het ziekenhuis. Je zult niet heel vaak zien dat een ambu A2 gaat en A1 vertrekt. Je ziet wel heel vaak dat een ambulance A1 gaat en A2 vertrekt. Dus, nu gaan we gewoon A1. Oh, kut, daar gaat mijn deur. Ik wil hem net fixen om hem dicht te maken. Wow. Sorry patiënt achterin. We gaan dus nu gewoon A2 terug. Geen reden tot A1 natuurlijk. Zo, nummer 1 is afgeleverd
en retour naar de post. En die lag ook alweer. Zo. Mag even langs, dankjewel. Ik krijg een H1-melding over dosis. Oh, die is wel ver. Oké, A1'tje. Ik denk dat de regen best wel veel geluid op zich neemt. Wat ik zo hoor, want ik hoor zelfs de sirene nauwelijks. Kom op nou, wat is het nou voor een fucking bullshit dat ze daar gaan stoppen? Wie doet dat nou in heel Nederland? Helemaal niemand. In heel de wereld. Ja, best wel iemand vast, maar snel ga je niet opeens stilstaan omdat er een ambulance achter je rijdt. Dat doet wel niemand. Wie het wel doet, die heeft Ambu Channel niet gekeken of die heeft gewoon een rijbewijs. Ik zet de sirene uit, maar ging maar aan. Dit is toch lekker scheuren hier, hè? Hallo. Oké. Okay. We gaan eens kijken. Overdosisje van drugs, meende ik, hè? Oké, redelijk instabiel wel. Qua leven, om het maar zo te noemen. Dus weet of iemand of mevrouw ergens allergisch voor is voordat we medicatie gaan toedienen. Alleen voor eten. Ik heb een depressie, dus mogelijk dat hij antidepressiva slikt. Dan zullen we weer wat medicatie geven, hè? Om al de eerste overdoses tekenen tegen te gaan. Ambient leggen. Doei.
En dan gaan we nu wel A1 richting ziekenhuis. Want meer op straat, ja tuurlijk, ik ga niet meer doen, hè, maar meer op straat. Je kunt altijd meer in een ziekenhuis dan op straat. En vandaar dat we zeggen van... Oké, neem aan dat we wel gewoon naar het ziekenhuis gaan, maar er is een eiertje gekomen. Laten we nu gewoon naar het ziekenhuis gaan, we hebben medicatie gegeven en de rest maag uitpompen of zo. Hè. Als er bijvoorbeeld honderden pillen zijn ingeslikt, maag leeg pompen, dat kan allemaal beter in het ziekenhuis worden gedaan. Kan ook alleen in het ziekenhuis. We gaan nu naar het... Oh, dat was een konijn. Het is wel fel hoor, lekker hoor. Oeh, dat is heel fel, ik zie niks. Ik weet niet of jullie het zien. Ah, super fel. Er komt niks, nee. Lekker hoor. Hoe meer blauwe lampjes, hoe beter natuurlijk, hè. Maar dit is wel overdreven hoor. Ja, die zag ik wel. Als je uitzoomen, dan zien we nog wat. Stap me gewoon uit. Maar nu doet het nog gewoon. Zo te zien. Dus oh, ik kan natuurlijk ook weer een partner pakken. Ben ik vergeten. Ik neem aan dat alles het nog doet. Dat het misschien één knop of zo het niet doet. En dat we daar dadelijk wel achter komen. Maar voor nu gaan we weer retour naar de post. En die staat wederom of is nog steeds gewoon hier. Terug op de post, inmiddels een partner erbij, even nog voor de laatste meldingjes samen te doen. We zijn ook ingemeld, ja, of nog steeds ingemeld, dus kijken wat het ons nog gaat brengen, hè, collega. Ik hoop dat je wel instapt, anders gaan we ons nog alleen verder. Auto-ongeval. Weer een error. Ik weet niet bij welke melding die precies veer. Ik had net, nee, die had u wel al gezien. Wat een gozer, die kwam echt hard aan. Niemand heeft iets gezien. En linkerbaan.
zijn hij weer ergens gaan draaien, zie ik. Liever niet midden op de snelweg. Aan een ander geschikt plekje zoeken om te draaien. Het zou hier links moeten zijn, of we zijn er alweer voorbij. Ik kon even niet kijken. Ik ga hier niet draaien, dat vind ik onveilig. Draaien we hier bij de stoplichten. Oh, daar ligt, dat is niemand of wat. Ja, daarom krijgen we die arrow ook steeds. Er zou geen object of zoiets, ja, ik heb geen zin om het even te lezen. De melding is in ieder geval niet ingespawnd, dus laten we hem lozen en dan even een nieuwe melding pakken. Persoon aangereden bij, door een auto gaan we dan meteen heen. En we zullen eens kijken of die dan wel inspawnt. En zo wel of zo niet, dan weten we dat ook weer. We hebben een lange weg rechtdoor. Ik ben benieuwd of we hier een beetje kunnen gassen. Hier dan ons eerste obstakel al, want die bus gaat niet aan de kant. Ik zie niet of we er langs kunnen. Hij gaat wel naar de kant, maar niet voor mij. Dat scheelt ook niet veel. Dat mag allemaal. Blijkbaar. Een beetje tegengesteld rijden. Voor beide. Zucht. Ik word zo gek van het verkeer, hè. Ik wil dat hij tot beide kanten aan, tot tegengesteld en op mijn kant aan de kant gaat vormen. Maar met gevolg dat ze mijn richting opschuiven, die tegenliggers. Dat is toch ongelooflijk. Ze moeten dus juist uitwijken, maar ze komen om half of wat. Dat is wel logisch, hè, die gekkies. Hier lijkt het wel te zijn ingespand. Ligt er ook iemand? Jazeker. Collega, ga maar even beginnen met de wolf. Ja, ik hoef het je niet te zeggen. Nee, je bent... zelf verpleegkundige, dus ik hoef je niet te zeggen wat je moet doen. Dan doe je ding. There is no person. Can we get moving, please? Blijf ik kon hier de ambien. Staan anders. Zo,
Nee, je hoeft niet boos te worden. Zo, terug op de post. Andere ambus zijn inmiddels ook al weg. Ik ben mijn collega weer verloren, want die had er geen zin in om in te stappen bij de vorige melding. De laatste melding die we hebben gehad. Hij crashte ook weer net toen ik bij het ziekenhuis kwam, dus dat was extra zuur. In ieder geval, ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie, ondanks dat er veel meningen over zijn, toch wel een gave ambu vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. Ik zou zeggen, tot dan en doei!